Ik ben wel eigenlijk tevreden over de keuze van dit kunstwerk, ook al heb ik de keuze niet zelf gemaakt. Maar er zit toch wel een symboliek in voor mij, trapsgewijze van het kunstwerk, dat een beetje de mogelijkheden, de carrières in een bedrijf, en dan zeker binnen ING, weergeeft om te laten zien dat het leven niet stopt en dat men altijd hoger en hoger, maar ook wel eens een trapje terug kan zetten. En dat boeit mij in dit werk. Ook de relatieve neutraliteit die de kleuren met zich meebrengen, vind ik wel mooi. En wat ik ook wel weet te appreciëren, dat is een stuk het moderne wat erin zit, maar dan toch ook wel een stuk het abstracte. Ik ken de kunstenaar persoonlijk niet zelf, maar ik denk dat hij toch wel vele mooie werken gemaakt heeft. De kunstenaar Alberto Magnelli, een Italiaan, heeft dit kunstwerk gemaakt en ik zie daar ook beeldende kunst in. Daar zit een constructie in en ik neem aan dat hij zeer mooie beeldhouwwerken ook in deze stijl gemaakt heeft. En dat is een bijkomend punt wat ik toch wel interessant vind, omdat zowel beeldende als schilderkunst of tekenkunst mij inspireert.